is heel belangrijk dat het Indische Herinneringscentrum er komt. De geschiedenis moet bewaard blijven, moet getoond blijven. Ik vind het ook belangrijk dat het hier gebeurt, op Brombeek. We hebben natuurlijk een vrij ingewikkelde voorgeschiedenis. Maar het besluit om het hier te doen, op dit Indisch, althans het landgoed met het Indisch karakter, ik denk dat dat heel goed past en dat het veel mogelijkheden biedt. Zo'n centrum heeft natuurlijk verschillende functies. Wat het meest in het oog loopt, dat is de publiekspresentatie. Die komt straks daar, samen met het Museum Brombeek. Daar zijn we ook bezig om een integraal plan te maken. Het moet een gezamenlijk product worden. Dat betekent dat er eigenlijk ongelooflijk veel over nagedacht is, hoe je dat integreert. Het is niet alleen een publiekspresentatie. Wij hebben ook een functie om wat er gebeurd is, de herinnering, over te dragen aan een breder publiek en vooral jongere generaties. En hoe doe je zoiets? Je wilt naar scholen en dat willen wij ook. Wij willen wellicht een lesbrief ontwerpen, maar dat doen we niet alleen. We moeten natuurlijk samenwerken met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de Stichting Gastdocenten, die ook veel doen op scholen. Er wordt een stripboek gemaakt over de periode van de Tweede Wereldoorlog. Voor kinderen natuurlijk toch altijd leuker is dan gewoon een boek te lezen. Wij zijn bezig een webportal te maken. En een webportal, dat betekent dus niet alleen dat je zelf iets op een website zet, maar vooral ook, en misschien nog wel meer dan dat, dat je samenwerkt met anderen, zodat het dus een soort netwerk is van organisaties en instellingen die informatie hebben over wat wij hier willen laten zien. We zijn hier bij Ontwerpwerk in Den Haag. We zijn een multidisciplinair ontwerpbureau. We ontwerpen zowel grafisch als ook producten. We doen een ruimtelijk ontwerp en webontwerp. En we zijn gevraagd de huisstijl voor het Indische Herinneringscentrum Brombeek te ontwerpen. Dat doen we met een team van ontwerpers. Mensen die zowel in staat zijn conceptueel te denken, maar ook heel goed zijn om concepten, gedachten, vorm te geven, zodat uiteindelijk het plaatje en de typografie dat vertelt wat het Indische Herinneringscentrum wil communiceren. Het moet een helder logo worden wat stevig is. En waar we heel erg naar gekeken hebben, is dat ook samenwerking daaruit straalt. Mm-hmm. Je ziet dat hier ook teruggrijpen naar wel de vorm van het bamboe. De onderdelen die samen in delen toch één geheel vormen. En dat als uitgangspunt. Qua kleur hebben we gekeken dat zowel de groene tinten als wel hele nieuwe kleuren als het felle roze terugkomt. Je ziet dat we ook een kleurenpalet hebben gebruikt waarbij diezelfde frisse, heldere kleuren ook gecombineerd worden weer met aardetinten. En dat samen geeft dan eigenlijk de goede uitstraling, warme uitstraling, heel open. Bamboe staat natuurlijk ook voor groei en vitaliteit. En dat is natuurlijk ook een heel mooie symbolisering voor het centrum. Iets waar ook nieuwe dingen kunnen ontstaan, maar voortbouwend uit het verleden. Mijn familie, mijn opa en mijn ooms en tantes, die komen uit Indonesië. Mijn vader is wel hier geboren. Maar, Komt je opa bijvoorbeeld vandaan? Mijn opa komt uit Jakarta, of eigenlijk mijn familie van mijn vaders kant dan. En die zijn dan ook in de jaren 50 hier naar Nederland toegekomen. Dus voor mij is het ook wel een stukje, dat het Indisch Herinneringscentrum nu is wel een stukje informatie wat nog bewaard gaat blijven. En daarom vind ik het ook wel belangrijk dat hier iets goeds uitkomt. En daarom is het ook wel, vind ik het erg leuk om
hier ook aan te kunnen werken. Ja, dus die band en dat gevoel hebben van dat ik er ook wat aan kan meehelpen, dat die dat alles wat er toen gebeurd is, dat bewaard blijft. En ja.